ze weer in uw cadeaubox. En we kijken naar box nummer 1. We beginnen kalm en in de eerste box staat dan een schaakspel. Natuurlijk met stukken. Het geheel in een fraaie doos en de winter kan u niks meer maken. In 2. Wat te denken van deze pannenset. 4 verschillende maten en natuurlijk die beroemde pan voor opgewarmde hapjes en een ketel die fluit. In 3. Totaal 6 golfbereiken, waarvan 3 op de korte golf. Daarom mag u deze radio best een wereldontvanger noemen. In 4. We dachten, u zult wel filmpjes hebben liggen die nog vertoond moeten worden. Welaan, hier is hij dan, de 8 mm projector. En in 5. Hij heeft een vrije arm. Hij is licht van gewicht en kan steun en toeverlaat zijn voor de huisvrouw. Kortom, een naaimachine. Kijk eens aan. Je weet, kom maar een beetje dichtbij. Maar ja, oké. Ja, dat is een beetje... Eerst even wat vragen. Jullie zijn gehuwd, dat moest, hè? Ja. Want je vroeg alleen echtparen. U heeft overigens, dat moet ik zeggen, zeer goed gereageerd op de laatste uitzending van vorig seizoen, moet ik zeggen, waarin wij vroegen of u nog wilde meedoen. Ik moet u ook verzoeken, derhalve, zoals dat heet, om even niet meer naar Den Haag te schrijven, naar Cosmos Nummer. We zijn voorlopig weer voor een jaar of 10 bezet, dank u wel. Dan nog even dit. Hebben jullie kinders? Ja. Dan heb je dus geen pannenset nodig. Want die had je al. Ja. Want je weet hoe het werkt. Ze kunnen allemaal open zitten, maar er kan er ook één dicht zijn. Mm-hmm. Nou, ga maar. Nou, zeg maar. Als je de dichte kast trekt, ben je alles kwijt. Doe jij het maar. Doe ik eens. Ik zit jou aan het werk. Wat doe je als vak? Ik werk op een drukkerij in Purmerend. Ja. Valt wel altijd dezelfde vraag. Bevalt natuurlijk, bevalt dat. Neem ik aan. Ja. Maar ja. Is getrouwd met een man die op een drukkerij werkt. Ja? Ja. Inderdaad. 11 jaar al. Dus. 11 jaar? Bevalt ook wel. Ja, af en toe. Hè. Ups en downs. Hij heeft het wat druk af en toe. Maar zo. Ja. Nou. Dat moeten we dan, hè? Ja, dat moeten we dan. Vriezen we dood nou. Dan. Geef je. Die stond, ja, 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 die stond. Dat is altijd één, er moet altijd één beginnen. Nee, ik ook één. Die stond, nou. Wat zullen we doen? Kijk, laat ik eerst het volgende uitleggen. Als je niet kunt schaken, kun je dat? Nee, kan ik niet. Dan heb je dus niets aan een schaakbord. Gaan we weer door. Dank u. Maar naaien kan ik wel. Maar naaien kan je wel. Maar als die dicht zit, heeft hij zijn radio niet. Nou, laten we eerst eens even kijken. De filmprojector is er dus ook. Heb je een filmtoestel thuis? Dan heb je ook een projector. Maar ook filmpjes? Ook filmpjes, ja. Doet dit ze dus ook verder niet mee, want hier zit geen filmpje bij. Houden we dus weer op die naaimachine. Nou. Ja, ik had het geprobeerd. Ja. Oké, jongen. Durf stoppen? Durf stoppen? Ben je tevreden? Ja, ik ben tevreden. We hebben allebei iets moois. Je bent, oh, ja. Ja, je denkt nog aan... Ik ben bij niks gekomen. Dus... Je bent bij niks gekomen? Nou, me dunkt. Ja, dat is goed. Ja. We gaan direct kamperen. Je gaat... Ja, je hebt gekampeerd van de zomer? Ja. Oh, wat lekker. Ja. In de tent. Dat was heerlijk, hoor. Ja? Ja. Ja, dat hoor ik iedereen zeggen. Het was heerlijk. Alleen dat ontzettende weer in Nederland. Hoewel, we hebben ook al mazzel gehad af en toe. Nou, zullen we het zo maar houden? Ja, nou, mag ik u verder nog iets doen? Nee, verder niet meer van nog uit de winkel. Ja, we zijn erg tevreden. We zijn zeer tevreden. Ja. Nou, zal ik even opdracht geven tot de bom. Hè? Maar misschien nog wel zo'n pannenzetje, want dat zijn ze hoor. Van die mooie. Mag ik u begeleiden naar de pannenzet? Ja, als maar ik moet erbij zeggen dat de vorige keer, en u heeft het allemaal gezien, het is een maand of 3 geleden, die meneer zei, laat ons de tv nemen. En je weet wat er gebeurde, hij zat muurvast, de kast. Dus voordat je beslist, zou ik zeggen, wellicht deze kant nog even uit. Dat is wel moeilijk. Kees. Ik heb geen pannen nodig. Jij hebt geen pannen nodig, hè? Je hebt geen pannen, dat zei ik. Je hebt geen pannen nodig, zei ik. Ik heb het idee dat maar dat kan ik niet weten, hè? Nee.
Nou, we zijn met niks gekomen. Wacht even, wacht nou even, want heb je die pannen nodig? Nou, ik heb wel pannen, maar die zijn veel mooier. Die zijn veel mooier. Dat is altijd ellende met die cadeaus die wij hebben. Die zijn altijd veel mooier. Zou je wacht even. Ik zeg nog, die pannenset heb je niet nodig. Oké. Okay. Nou, we gaan. We gaan, we stoppen ermee. Uitstekend. Nou, mag je hem open doen om te kijken. Maar hij telt niet meer, maar je mag hem wel open doen. Maar hij telt niet meer, hè, jongens. Het spel is afgelopen. Ja, zo is het toch. Ga even staan, dan weet ik dat. Want dit is er natuurlijk ook nog. Jawel, de emmer. Ja. Dit is er ook nog. Kijk eens aan. Kees, ik vond het erg leuk dat je er was. Ja, hartstikke bedankt. Marjan, ik vond het ook fijn. Oké, kijk, daar zitten de kinderen nog even te kijken. We gaan door de hele winter verder. Pierre Pennel! Ja, Willem, een nieuwe herfst. Je mag wel zwaaien. Ja. Een nieuwe herfst, een oud geluid. Blijf even staan. Hier is het Willem Ruis panel. Natuurlijk ook dit seizoen weer onder voorzitterschap van de eminente Alexander Pola. En wie dacht u dat er naast hem zou zitten? Natuurlijk, daar is ze weer, Rita Corita. Als van ouds, het dichtst bij Willem zit natuurlijk Willeke Alberti. En aan de andere vleugel, oh, eindelijk is een droom van mij in vervulling gegaan. Dankjewel, Willem. Eindelijk is iemand in het panel aan wie ik het spel niet hoef uit te leggen. Nou, daar gaat hij. Joop den Uyl zei tegen Hans Wiegel: als ik koning was, mocht jij puntje, puntje, puntje zijn. Joop den Uyl zei tegen Hans Wiegel: als ik koning was, mocht jij puntje, puntje zijn. Zo. Willeke, alles goed? Fantastisch. Fantastisch? Ja, fantastisch. Alexander, alles goed? Alles goed, ja. In Wenen geweest? Nee, in Wengen. Wat is, waar ligt Wengen? In Zwitserland, in het Wernen-Oberland. Oh, daar ga je altijd naartoe. En dat wist je al. Aan het eind van het voorseizoen wist je al dat ik daar naartoe zou gaan, want daar ga ik altijd heen. Ja, maar als je dan dus volgende keer... een vraag. Nee. Want als je dan volgende keer een kaartje stuurt, de postzegel erop en liefde afzender, zodat ik hem terug kan sturen, want dan moet ik alsmaar porto betalen. Dankjewel. Ja, Rita nog op vakantie geweest? Nee, nog niet. Oh, witte kaartje? Nou, ik zit hier toch, dus voor mij vakantie. Oh. Vind je het leuk? Ja, ja, vind ik heel leuk. Hij snapt het. Ik hoef het niet uit te leggen. Nee, dat helemaal. Is... Heb jij ook nog? Ja, dat weet je toch. Waar moet ik anders naartoe dan de middelweers? Bij mijn eekhoorns en mijn fazanten. Heerlijk. Heb je die, fazanten? Ja, ja, zeker. Praten ze tegen je? Eentje. Ja, kom uit de hand even. Hou jij van fazanten, Pierre? Oh, dat is lekker. Ja, precies. Nou, wat hebben we? Joop den Uyl zei tegen Hans Wiegel: als ik koning was, mocht jij puntje, puntje zijn. Laat eens zien. Minister. Zo, dat is aardig van Joop. Hoe leg Joop bij jou in de markt? Je bent hier straks op de markt. Ik zie hem nooit. Nee, hij, ja, niet zo op de markt kan hij leggen, natuurlijk. Hij staat op de markt, denkt, hoe legt Joop van den Uyl in de markt? Ja, nee, niet in die markt. Je ziet hem weinig. Bitterlijk. Ben je voor Joop, tegen Joop? Moeilijk. Nou, ja, het is wel een aardige man. Maar het is moeilijk, hè? Ja. Hoe moet je maar genieten met politiek? Dus. Nee, heel goed. Heel verstandig antwoord ook. Zeer goed. Het is net de geluk geld in politiek show nu geworden. Ja. Familie van Os, Hofnar. Nou, jij hoeft niet te vragen hoe je over Hans Wiegel denkt, waarschijnlijk. Dan de familie Lena en Stans. Familie Schreurs. Slaaf, ook duidelijk hoe je over Hans denkt. Hè? Lena? Ja. Willeke, mag ik bij jou met deze politieke voltreffer komen? Ja. Dat is gemeen hoor, vind ik. Joop den Uyl zegt tegen Hans Wiegel: als ik koning was, mocht jij hofdame zijn. Ook zelf wel aardig. Ja, ontzettend aardig. Maar dat had ik ook. En ik was niet eens afgekeken. Twee zielen, één gedachte. Eindelijk. Ja. Kijk eens aan. Hofdame. Hofdame. Mag ik er nog even, voordat we doorgaan, memoreren dat het de bedoeling is dat we ook scoren en dus niet al te lollig worden dit seizoen. Hallo, Rita! Ik vind het vreemd dat niemand opgeschreven heeft Uyl. Mocht jij Uyl opleggen?
dat zal je bevreemden, want ik heb nar opgezet. Dat is hetzelfde. Nou, ja.